Hallo, welkom bij Te Berg Live. Aan het begin van het nieuwe jaar is het tijd om even stil te staan en u te bedanken voor de samenwerking van het afgelopen jaar. In dit nieuwe jaar gaat Te Berg Leasing verder op het innovatiepad. We ontwikkelen allerlei nieuwe online diensten voor specifieke doelgroepen. En daarmee willen we leasen nog gemakkelijker maken. In een van de vorige afleveringen van Te Berg Live heeft u mijn collega Michel Koenen al horen zeggen dat we bezig zijn met de kostenbesparingsapp. En daarmee kunnen we scenario's schetsen aan de hand van uw wagenpark en zo precies inzichtelijk maken hoe u kunt besparen op mobiliteit. Verder zijn we bezig met een nieuwe berijdersapp, waarmee de berijder meer en meer in controle is over zijn of haar auto. Bij Private Lease van onze online dochter JustLease.nl staan we steeds dichter bij onze klanten en hun wensen. Het rapportcijfer dat we op dit moment van u krijgen is een 8,6, maar we willen meer. In 2015 willen we onze proces- en dienstverlening nog verder optimaliseren, zodat we een 9-plus organisatie worden. Ik hoop dat 2015 weer een mooi jaar wordt, innovatief, duurzaam en vooral constructief. Want u weet hoe wij erover denken. Mobiliteit inspireert. Van 9 tot en met 13 februari zijn we weer met onze bedrijfswagens present op de Bouwbeurs 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht. Bedrijfswagens zijn een belangrijk onderdeel voor de mensen in de bouw. Het is als het ware een mobiele werkplek. Wij van Te Berg Leasing zijn gespecialiseerd in het leasen van bedrijfswagens. Wij helpen u met het maken van de juiste keuze voor uw bedrijfsauto. Daarnaast helpt ons gespecialiseerde bedrijfswagenteam u ook met het maken van de juiste keuze voor uw inbouw. Op de Bouwbeurs delen we graag onze kennis en profiteert u van een spetterende beursaanbieding. Dus tot ziens tussen 9 en 13 februari in de Jaarbeurs in Utrecht. Ik zie u graag op de beurs. In de week voor kerst werd de Noordkaap Challenge gehouden. Een rally naar de Noordkaap waarin 35 teams geld inzamelden voor Serious Request van 3FM. JustLease.nl was hoofdsponsor en deed met een eigen team mee. Het is heel mooi om zo'n rit te maken. Maar wat mij vooral blij verraste was de enthousiasme van onze achterban. Ook onze collega's van Te Berg en JustLease.nl, ja, die hebben het fantastisch gedaan. Dus eigenlijk willen we hiermee iedereen bedanken. En ja, fantastisch om het broederschap eigenlijk ook binnen het bedrijf niet te zien. De teams hebben samen veel meegemaakt. Het mooie wat we ontdekt hebben is dat we er waren voor ons allen. We wachten op elkaar, we passen elkaar aan met tempo, met het rijden. We hebben elkaar geholpen met challenges te doen. En uiteindelijk de laatste paar dagen is het zo geworden dat we met z'n allen één waren. We zijn gewoon één geworden. Nou, wat echt heel erg gaaf was, maar ook heel spannend, was dat wij in het ijsbad moesten springen met z'n tweeën. Ja, ook met Lex, Kimberly en Ferry. En dat was even bikkelen. Dat was erg koud. Ook buiten was het erg koud. Maar het mooie was wel dat als je in het water bent geweest, dan eruit komt dat het dan eigenlijk best wel warm is. Uiteindelijk werd bijna 120.000 euro opgehaald. Ja, we zijn echt super trots. Op onszelf, ik op Pim. Maar helemaal op de collega's en vrienden, familie. Dat was helemaal te gek. Ja, een fantastisch bedrag neergezet. Ja, onze klanten, ja, klanten die ons geholpen hebben, leveranciers die ons geholpen hebben. Echt fantastisch. Ja, die hebben het groot gemaakt. Ja. En daar zijn we heel trots op met z'n allen. Ter Berg Live werd mede mogelijk gemaakt door Ter Berg Leasing en online dochter JustLease.nl.